Welkom bij de eerste Beurs Insight van het nieuwe seizoen. En nieuw is het. Vanaf vandaag hebben we in Beurs Insight namelijk een 1-op-1 gesprek met een bestuursvoorzitter van een beursgenoteerd fonds of met een bijzondere belegger. En vandaag hebben we te gast Peter Paul de Vries, ooit voorman van de Vakbond voor Aandeelhouders, de VEB, maar nu alweer behoorlijk lange tijd baas van Valuate. Een investeringsfonds dat geld verdient met kopen en verkopen van kleine en middelgrote ondernemingen. Welkom, gefeliciteerd ook. Valuate bestaat precies 10 jaar. Van exact, harte. Ja, wij zijn gestart tussen de val van Lehman en de val van Fortis. Ja. Dus diep in de crisis. Prima moment op de bodem. En dank voor de taart trouwens. Ja, is lekker. Ik zag, waar is hij? Deze? Krijg ik hem nu te zien? Oké. Deze taart dus. Ja. Bescheiden taartje. Ja, maar ik kreeg alleen een fotootje via WhatsApp. Ja, ik heb verder geen taart gezien. Dus, je krijgt voor mij een live exemplaar. Ja, dank je. Hoe gaat het met Valuate? Of laat ik een vraag anders stellen. Waarom zou ik een aandeel Valuate kopen? Nou, we bestaan vandaag 10 jaar. Dus je kan goed kijken wat de performance is over die 10 jaar. Mm-hmm. De intrinsieke waarde, dus de eigen vermogen per aandeel, was 10 jaar geleden 41 cent. En dat is vandaag de dag 7,51 euro. Dat is 18 keer zoveel. Dus we hebben in de tussentijd een hele hoop waarde gecreëerd voor onze aandeelhouders. Ja, en we zitten op een heel interessant segment MKB-ondernemingen. En we weten daar waarde te creëren voor de aandeelhouders. Dus ja. Als je als aandeelhouder geld wil verdienen en toch iets positiever inziet dan dat Jim, dan kan je bij ons geld verdienen. Ja, maar het is ook een beetje afhankelijk van het moment dat je instapt. Hè? Als je het hoogste punt was, exact 4 jaar geleden geloof ik, toen stond het aandeel boven de 11 euro. Het duurt nu 5 euro en nog wat. Er is een hoop gebeurd in die afgelopen jaar. Er moet nog een paar keer dividend af. Ja. En dat corrigeert een hele hoop, want de laatste 2 jaar 2x8% dividend. Mm-hmm. Maar er is een hoop gebeurd. We hebben een mediastormpje gehad. Ja. Volstrekt onverdiend, maar het kan je wel overkomen. En in de tussentijd ben ik heel blij dat we door hebben gebouwd aan de onderneming. En telkens jaar op jaar met 1 kleine tussenpauze waarde hebben kunnen creëren. De recente verkoop van een aantal deelnemers heeft de koers wel weer een zetje gegeven. Ooit heeft u gewaarschuwd, laten we u zeggen, we kennen elkaar, maar toch, laten we voorvoeren. Ooit heeft u gewaarschuwd voor te hoge gespannen verwachtingen ten aanzien van de beurskoers. Zou u dat weer doen nu? Nee, zeker niet. Dus stap maar in. Nou kijk, wat wij vroeger deden was alle resultaten van die bedrijven bij elkaar optellen. Mm-hmm. Dat is 15 à 20 bedrijven en die zitten in verschillende sectoren. En dat betekent dat de inzichtelijkheid van hoe het eigenlijk met je gaat, dat die wat minder is. En we hebben besloten om ons te presenteren als investeringsmaatschappij. En dat betekent dat iedereen kan zien wat de belangrijkste deelnemingen zijn. Ja. Ja, en die zijn gewoon meer waard op dit moment dan de beurskoers. Dus de beurskoers staat op 5,70. De intrinsieke waarde is 7,51. Dus daar zit een discount op. Oké. Okay, ja. We hebben weer een bestuursvoorzitter die probeert de koers omhoog te praten. Nee, helemaal niet. Zelfs helemaal niet. Ik vind het prima. Er wordt gehandeld. En vraag en aanbod moeten hun werk doen. Maar als je mij vraagt, wat is het waard? Ja, daar hebben we accountants hun werk laten doen. Er is een tijdje lang geprobeerd om te beweren dat wij alleen papieren winst boekten. Deelnemingen veel te hoog in de boeken zouden staan. Nou, dat is allemaal niet waar, maar ook niet waar gebleken. Ze hebben recent het First Source verkocht, 27 miljoen euro. Dat was een analist die 3 maanden geleden zei dat het nul waard was. We hebben een enorme winst opgeboekt ten opzichte van onze investering. We hebben recent ook Aquaserva verkocht, via MKB NetSense, voor in totaal 9,5 miljoen. Daar hebben we 1,2 miljoen in geïnvesteerd. Heel hard gewerkt. Dus ik zag net bij de intro, koopt en verkoopt bedrijven. Nee, koopt bedrijven, bouwt aan bedrijven. En daarna is er een moment misschien om te verkopen. Ja. Maar van 1,2 miljoen naar 9,5, dat is een hele stap. Ja. In 3,5 jaar tijd. Dus wij doen gewoon goede dingen. We maken ook fouten, maar per saldo creëren we waarde. Oké, die mediastorm waar je net aan refereerde, die had te maken met de transparantie. Als voorvechter van aandelenbelangen vocht u altijd voor een hogere transparantie. Nu werd uw bedrijf juist getroffen door heel veel kritiek op dat punt. En niet van de eerste, de beste. Ik citeer even een paar dingen, dan mag je daarop reageren. Ik zou mijn geld niet instoppen. Onduidelijke financiën, onduidelijke communicatie. VEB zegt kwesties die niet stroken met het beeld van transparante en onverdeeld succesvolle onderneming dat Valuate graag zelf uitdraait. Grote trucendoos toegepast, allemaal geoorloofd, maar het geeft geen zicht op de verdienkracht van de onderneming. En dat is allemaal op basis van stukken die u de afgelopen jaren heeft gepresenteerd. Nou ja, kijk, het is natuurlijk grotendeels een mediaverhaal geworden. Want kijk, de VEB die kent u, hè? Dat zijn geen mensen die de media nakakelen. Nou, ik denk het in dit geval toch wel. Mm-hmm.
Dat denk ik wel. Kijk, het punt is, onze aandeelhouders, daar zijn wij voor. Ja. Dus wij zijn er om waarde te creëren voor de aandeelhouders. De tweede laag is onze bedrijven en de mensen die daar werken. Daar voel ik verantwoordelijkheid voor. Wij werken niet voor de pers en wij werken ook niet voor de criticaster. En als iemand zou vinden dat die aandelen onaantrekkelijk zijn, dat ze 1 euro waard zijn, dan mag hij dat natuurlijk gewoon vinden. Maar ja. Ik zeg wel in een zekere mate van objectiviteit. We hebben nou gewoon keurig bewezen dat wij bedrijven die bij ons tot de groep behoren, dat we die kunnen uitbouwen, marktleider daarvan kunnen maken, dat we die kunnen verkopen en mooie winsten opboeken. Ja. Dus dat hele verhaal, dit is nog een oud verhaal. Mm-hmm. VEB is buitengewoon stil en terecht. Ik heb ze gisteren gebeld en zeiden, dit verhaal staat wat ons betreft nog steeds. Ja, dat is dan toch een beetje raar. Maar als ik nou kijk, wat onze aandeelhouders zijn best tevreden. Mm-hmm. De besluiten in de aandeelhoudersvergadering worden met 99,7% aangenomen. Ja. Bijna. Ja. Oude Sovjet-percentages. U heeft zelf hoeveel procent ook alweer? Iets over de 30. Oké, okay, dus en er is genoeg... ook nog Koos, hoe heet hij ook? Koos Visser? JP Visser? JP Visser, ja. Zit volgens mij tussen de 25 en de 30 procent. Maar dan ben je al gauw op de helft. Ja, maar dan ben je nog niet op 99. Nee. Maar kijk, het hele punt is natuurlijk ook put your money where your mouth is. Ja. Ik heb mijn belang aanzienlijk uitgebreid. Mm-hmm. Dus als mensen zeggen het is niks waard, ik vind van wel. Maar reageer nou eens op die verwijten van het gebrek aan transparantie. Ik dat doe ik graag. Kijk, er zijn twee levels van transparantie. De ene is de informatie die je biedt aan de beleggers. Wij moeten onder IFRS rapporteren. En de regels die voor Shell en Unilever gelden, die gelden ook voor ons. En dat zijn ontzettend zware regels. En dat betekent dat er ontzettend veel informatie wordt geboden. Het jaarverslag wordt steeds dikker. Er staat meer in. En acquisities, zelfs van 100.000 euro, worden keurig uitgesplitst. Mm-hmm. Dus ik zeg op dat punt, transparantie is heel hoog. Er is een tweede level van transparantie. En dat is, in hoeverre begrijpen beleggers wat je aan het doen bent. En we hebben daar gezien dat we misschien tekortgeschoten zijn. Mensen wisten niet precies welk bedrijf belangrijk was, waar de waarde in zat, waar de verdiencapaciteit in zat. Dus toen hebben we twee dingen gedaan. We hebben gezegd, 1, we concentreren ons op een paar bedrijven. Inmiddels is de portefeuille 3 bedrijven en 4 beursgenoteerde belangen. Ja. Buitengewoon overzichtelijk. En het tweede element daarin is, we hebben gezegd, we doen alleen boven de 10 miljoen, dus grotere belangen. En we presenteren ons als investeringsmaatschappij. En dat betekent dat je per stuk de waardering kunt zien. En sindsdien is het volledig open huis. Dat levert ook risico's op. Want als de beurskoersen stijgen of waarderingen stijgen of dalen, dan kan er meer fluctuatie plaatsvinden in de intrinsieke waarde per aandeel. Ja. Dat is dan zo. Het is open huis. Iedereen kan het zien. Iedereen kan ons bij ons binnenkijken. Ja. U heeft de afgelopen maanden veel bedrijven verkocht opeens. Van waar die haast? Helemaal geen haast. Met druk vanuit de Rabobank? De druk vanuit de Rabobank, ja, dat is nog zo'n fabeltje. We hebben een vermogen, laat ik zeggen, aandelen, belangen, bedrijven van ongeveer 100 miljoen. Ja. En dan een kredietlijntje van 5 miljoen op dat totaal. Ja, als je erbij LT's, maar, wacht het even. Was 10. Ja, dus het was 31-12-2017, was het 9,8. Het was 10, maar 10 op 100 is 10%. Ja. Als je nou over LT's praat met 35 miljard schuld, dan heb je het ergens. Maar het is over. Ook een grotere onderneming. Hè? Maar laat ik zeggen, van alle... Dat is waar, maar niet zoveel groter. Altix is trouwens niet een heel fijn voorbeeld, toch? Om even vergeleken te worden, als daarom gaat. Maar ik wil even zeggen dat je daar over de schuldenproblematiek met recht kan spreken. Dat doen we ook dagelijks hier. 10% schuld op je vermogen en een solvabiliteit van boven de 80% is enorm hoog. En dat betekent dat wij bij de bovenste 10-15% van alle beursfondsen zitten. Ja. En laat ik zeggen, dat is geen probleem. Is er druk geweest van de Rabobank om versneld zaken af te stoten om de financiële positie van het bedrijf te versterken? Nee, want laat ik zeggen, om te voldoen aan de afspraken die we hebben gemaakt met de Rabobank, hadden wij 4% van het first source moeten verkopen. En van ons belang zelfs. U heeft alles maar verkocht. dat staat in geen verhouding. Okay. Dus het punt is, er is een tijd om te zaaien en er is een tijd om te oogsten. Op dit moment is de economie goed. De bedrijfswinsten zijn goed. Mm-hmm. Onze bedrijven staan er goed voor. En er is veel investeringsgeld. En dat betekent dat mensen bij ons komen shoppen. En het kan ook zo zijn dat door de beursnotering en omdat je ze nu dan in de krant staat, dat ze toch eens even kijken wat heeft Valuate in portefeuille en wat zouden wij daar leuk van vinden. Maar het is ongelooflijk. Er is veel aandacht voor onze bedrijven. En als wij op goede prijzen kunnen verkopen, ja, dan zijn we dom om dat niet te doen. De 10 minuten zijn om. Ik dank je wel. Graag gedaan.
RTL Z Beurs Insight wordt mede mogelijk gemaakt door ING Sprinters.